Maarten. Ja, zeker. Dit ken jij, deze aanloop. Nee? Van op tv misschien? Ja, precies. Ik ben hem alleen maar op tv. Van, heb jij ooit Luik-Bastenaken-Luik gereden? Nee. Dat... Dus dit is de eerste keer, de Côte du Saint-Nicolas. Zeker, zeker. De allereerste keer, dus je kan, hier, kan je er iets over vertellen of niet? Nee, helemaal niks. Ja, helemaal dat niks. Ik, dat ik heb horen zeggen dat ik weet ook waarom ik hier nooit heb gereden. Nee, maar weet je, kijk, wat ik wel weet natuurlijk, ik ken de regio. Ik heb met de Bing Bang Tour en met de Tour de France, hebben hier aan de overkant zijn we wel eens gefinished. Weet je, het zijn allemaal wedstrijden die allemaal deze regio aandoen. En het is natuurlijk niet een nieuwe klim voor mij. En, in de oude finale van Luik was de Saint-Nicolas, daar gebeurde het. Hè? Ja, ja, kijk, dat we rijden nu nog een honderdtal meter, we draaien rechtsop. Ja, en dan zie je de muur. De muur, 1400 meter, ja. Net geen 8% gemiddeld, 13% maximum. Ja, ja, dat maximum dat valt dan nog mee, maar dit gemiddeld is echt pittig. Dus het zal wel een soort van ja, muurachtig zijn. Dat zal het ook zijn, dat gaan we ook meteen zien. Zo schakelen we dan maar. Rechts opdraaien. Ja. Door de wijk hier, de woonwijk. Ja, 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 ja. Ja. Nou, kan je zeggen. De industrie van Luik. Wat ik wel typerend vind van deze regio is dat het allemaal van dit soort klimmetjes zijn. Een beetje industrieel. Ja. Die setting, over... hè? Die setting die is setting, zo. Precies. Maar als je hier na 250 kilometer. Aan moet beginnen. Het is. Dan kun je dus het verschil maken. Je hebt nog een koers naar Michael Bogert, hè? Nou. Nee, die was denk ik net gestopt. Ik denk dat hij in 2005 stopte. Terwijl ik 2006 prof werd. In ieder geval. Ja. Dit was hier ook wel zijn klim. Ja. Ja, ik heb het op tv gezien. Ja, de legendarische beklimming met Frank van den Broeke. Ja, geniaal, geniale koers. Waarbij Frank voorspelde waar hij zou demareren. Kijk. Aan huis nummer 256. Ja, hier is nummer 20. Het zal een zijstraatje zijn. Rue Bordelais, ja. Het klopt. Het zal wel zijn, ja. 2,53. Kijk, we zijn er bijna. 55, 57, de 56 moet hier zijn. 2,2b. Geen idee. In ieder geval, hier demareerde hij. Juist. Kan je één ding zeggen? Hij is flink pittig. Het is een mooie finale klim. En het leuke van deze rit is dat je uit zo'n klim een mooie afdaling hebt en dan weer de volgende krijgt. Dus je komt meestal met wat paard op de klim aan en dan is het al een stuk makkelijker. Hier moet je wat kleur bekennen. Ja, zeker. Rue Bordelais, Côte de Saint-Nicolas, de helling van Sint-Nicolaas. We zijn in Hartje Luik, of toch bijna oude finale Luik-Bastenaken-Luik. Het huisnummer 256 hebben we niet gevonden, nee. Waar Frank van den Broek gedemareerd is in 1999. Verzond hij niet wel eens wat? Ik denk dat hij moet zich hebben vergist. Ja. Moet om 2,55 geweest. Ja, precies, 2,55 zijn we zeker langs geweest. Een mooi moment om te demareren, vond ik. Zeker weten. Je hebt waarschijnlijk heel erg veel spijt dat je dat niet hebt kunnen doen in je beste tijd. Ik zat te kijken, ik denk ik ga hem nu doen, maar ik zat te kijken wanneer komt dat nummer nou? Maar nee, ja, dan niet, dan blijven zitten. Mooie klim. Ja, anders zeker, een typische klim wel, hè? Ja, zeker. Zeer typische steile klim ook, maar ook eentje die goed doorloopt. Dus als ik zou zeggen, weet je, als je een ritme wil hebben, is dit een mooie klim om een goed ritme te pakken in het begin en die door te trekken naar de finale. En hier, bovenop, nog even te gaan staan, gas geven en rijden. Een terrasje en Luik misschien doen. En dan daar een terrasje doen. Maar vergeet niet, moet je maar eens even kijken om je heen. Want het zijn wel echt spectaculaire beelden weer als je van stedelijke omgeving houdt.
Ja, het klopt wel, maar het blijft een iconische klim. Ja, moeten we dus koesteren. Zeker. Voilà, top.